toch gelukt is. Dames en heren, Maarten van Rossum, veldheer. Dat u daar nou over begint. Daar ben ik geen familie van. Ik heb niets met hem te maken. 0,0. Nee, ik wil er ook liever niets mee te maken hebben. Want toen ik in de lagere school was, ik een bleek ventje met een iets te lange korte broek. En daar werd er verhaald over de plunderaar van Den Haag, Maarten van Rossum. En dan zei de onderwijzer, we hebben hier ook nog een Maarten van Rossum. En ik vond dat vrij vervelend eigenlijk. Hebt u? Goed zo. Ook een tip voor allen die eventueel nog kinderen krijgen. Noem uw kind als u de Ruiter heet niet Michiel. Als u Van Rijn heet, noem uw kind niet Rembrandt. En zo verder. Ja, ik had niet gedacht dat ik dit zou moeten zeggen, maar de omstandigheden... Nee, u bent niet van deze tijd, dat was mijn indruk ook al. U heeft ongetwijfeld gehoord dat wij een lekker band krijgen tussen Den Hoever en Den Helder. En ik moet u zeggen, de ANWB was binnen een kwartier ter plekke om dat te repareren. Dat is natuurlijk wel wat tijd overheen gegaan, maar toch de vlag uit voor de ANWB. En zodoende zijn we toch nog net op tijd gekomen. Nu de Hoge Berg. Ja, altijd als je spreekt over een hoge berg op Texel, wordt er natuurlijk gezellig gelachen. Behalve de mensen die weten dat er iets is op Texel wat de Hoge Berg heet. En daarom zeg ik ook altijd, als ik het erover heb, en ik heb het er vaak over, zeg ik altijd, hij is 50 meter hoog. Om een beetje indruk te maken, omdat toch niemand weet hoe het zit. Ik kan u wel verklappen dat hij geloof 15 meter boven NAP ligt, dus het is echt... Als je een beetje een behoorlijke vuilnishoop hebt, dan zit je er al op, zo'n beetje. Maar, die Hoge Berg is toch eigenlijk het zwaartepunt van die enorme keileemklont die Texel eigenlijk gevormd heeft. Die, laten we zeggen, ervoor gezorgd heeft dat Texel er is waar het is. Het is tegenwoordig een eiland. U weet vast ook wel dat het vroeger helemaal geen eiland was. Je kon tot zo 1100, 1200 bij eb. Eenvoudig van Den Helder, schijnt toen al hetzelfde klote plaatsje wat het nu is, kon je moeiteloos overlopen naar Texel. En dan werd je beloond door Texel, wat toen natuurlijk net zo'n fantastisch bijna eiland was, als het nu een eiland is geworden. Ik moet u zeggen, ik wist helemaal niet, ik wandel daar al 50 jaar op die Hoge Berg en ik wist natuurlijk helemaal niet dat het een iconisch landschap was. Wat hebben ze er nu van gemaakt? Of het door mij een iconisch landschap is geworden, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb wel vaak het gevoel dat ik ook een zekere iconische aanwezigheid ben terwijl ik over die heuvel loop. Maar mijn hele familie wandelt daar al een halve eeuw. En eigenlijk wil ik met mijn moeder beginnen, die al lang en breed dood is. Om precies te zijn 9 jaar geloof ik, als ik het goed tel. En mijn moeder was eigenlijk degene die mij naar de Hoge Berg geleid heeft. Dus ja, weet ik, een halve eeuw geleden of zo. En wij begonnen dan altijd, ja, ik weet niet of je het hier zien kunt. Wat je onjammer genoeg wel kunt zien is dat godvergeten crematorium wat ze daar gebouwd hebben. Aan de zijkant. Hè. De misdaad eerste klas. Misschien kunt u daar nog even voor trompetteren. Dat u een beetje negatief trompettergeluid maken. Want dat is wel erg. Toen ik begon te wandelen op die Hoge Berg, nu er zijn sinds in het recente verleden zijn er 3 gigantische boerderettes gebouwd, niet waar, plus een crematorium. Ik weet nog dat het in aanbouw was en ik vroeg aan die arbeiders, wordt het een crematorium? En toen zei ze, ja, het lijkt er sprekend op. Hè? Ik weet niet precies wie we daar gaan verbranden, maar... Dat het kan, geeft wel aan hoe nuttig het is dat dit soort van dingen uiteindelijk beschermd worden. Een soort titel krijgen, zodat bij het volgende aanvraag bij het gemeentebestuur voor de volgende gigantische boerderetten, dat er eventueel nee gezegd kan worden vanwege, dan zullen ze wel zeggen, het is een iconische boerderette. Dus die moet er ook op. Hè? Ja. En mijn moeder, die als we daar gingen wandelen... Je ziet eigenlijk, het paadje is daar waar dat elektriciteitshuisje is. Waar is dat nou vanaf hier? Daar bij dat boomgroepje. Ziet u wel? Ja. Daar begonnen wij altijd. En mijn moeder noemde dat het wegje naar de hemel.
Want als je daar wandelt, dan is er een heel stuk waarbij je eigenlijk niks ziet behalve wat erboven is. En dat is eigenlijk altijd de moeite waard. En vandaar dat als ik daar loop, en ik heb natuurlijk dezelfde ervaring, dat ik altijd aan mijn moeder denk. Ik weet niet of zij het ook weer van iemand anders heeft gehad, want onze familie is hier begonnen in de jaren 30. En we hebben er eigenlijk nooit spijt van gekregen. En het wandelingetje op de Hoge Berg is een ideaal wandelingetje, ook als je kinderen bij je hebt, want het is niet zo ver. En er is van alles te zien, dat is ook erg aardig. Er staat daar boven een bank, dat heeft u misschien wel gezien, met zo'n informatieding. Wat in dit geval vrij nuttig is. En ik ben altijd teleurgesteld als er mensen op die bank zitten, zodat ik er niet kan gaan zitten. En ja, wat vindt u ervan om die mensen aan te zeggen, u zit er al een tijdje, kunt u niet even opdonderen, dan kan ik even gaan zitten. Want door mijn leeftijd, niet waar, valt het nog niet mee om omhoog te komen op de Hoge Berg. En is ook eigenlijk op dat paadje, het paadje naar de hemel, wat ik denk voor het eerst heb gelopen, nou ja, inderdaad, ik al zei een halve eeuw geleden, dat ik meneer Bakker ontmoette. De vader van de huidige uitbater van boerderij De Waddel. En ik raakte met meneer Bakker in gesprek over het Tesselse schaap. Ik weet niet hoe dat nou zo kwam, maar ik raakte met hem in gesprek. En ik zei, ik vind wel zulke ongelooflijk lelijke klote schapen die Tesselse schapen. En ze hebben van die brede koppen en zo. En ik had wel eens zo'n elegant Drents heideschaap gezien, dat je denkt dat het zo ook kan. En ja, dat is een soort windhond vergeleken met die Tesselse schapen die meer lijken op een mislukt koetje. En hij werd zo verontwaardigd over het feit dat ik zijn geliefde schapen zo bejegende, dat hij mij een uitgebreide uitleg heeft gegeven van hoe erg het allemaal, of hoe mooi het allemaal wel niet was. En zei ik, nou ja, als het zo ligt, als u dat uit kunt leggen waarom die beesten zo lelijk zijn, dan moet u er een boek over schrijven. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft een boek over schapen geschreven, wat ik u warm kan aanbevelen. Er is geen enkel boek op deze planeet waar zoveel foto's van schapen in staan als juist in dat boek. Dat is echt het is een werk van grote betekenis. Ik kan het niet anders zeggen. En als u dat wandelingetje maakt, doe dat vooral. Ten eerste komt u dan weer voorbij die eerste reusachtige boerderette die u daar ook ziet staan, precies bovenop de berg. Vroeger stond er een heel klein huisje, dat was ook al vrij nieuw. En daarvoor stond er een soort loodsje. En dat loodsje is eerst verdubbeld. En toen kwam dat huisje daarachter te staan. En toen kwam deze reusachtige boerderette. En er schijnen nu aanvragen te zijn voor de bouw van een paleis. Waarvan de omvang nog niet helemaal duidelijk is geworden, als ik het goed begrijp. Want dat is een typisch Tessels verschijnsel. Eerst is er een klein huisje. En het kleine huisje jonkt in de vorm van een nieuw klein huisje wat ernaast wordt gezet. En dan jonkt dat tweede huisje, dat jonkt ook weer. En zo heb je al heel snel, voordat je pap hebt gezegd, van één huisje heb je drie huisjes of vier huisjes. Het is een soort schimmelverschijnsel. Tessel is enorm gezond voor huisjes. Ik weet ook niet precies hoe het komt, maar het is een ramp. En dan tenslotte eindig je dus met dat crematorium. Want dit is een hele ongelukkige plek. Want als je daar loopt, dan kom je er eigenlijk vrij snel voorbij. En hier kijk je er alsmaar naar. Ik weet ook niet precies, en dat die schuur hoort er nog bij, die ernaast staat. En daar, vroeger was daar alleen een soort klein ruïnetje. Een heel sympathiek ruïnetje van een vakantiehuisje wat heel lang geleden door waarschijnlijk Neandertalers gebruikt is. En nu staat dit er. Hoe dat mogelijk is op Tessel, ik weet het niet. Ik hoop ook dat die iconische landschap een of andere manier een soort impact zal hebben op de verschaffing van de diverse vergunningen. Maar nu nog toch iets over die Hoge Berg. En met name het feit dat natuurlijk die keileemklont waar ik het al over had, waarvan de Hoge Berg eigenlijk het hoogste punt is. En je ziet nu toch wel dat het een soort, nou ja, dat het een verhoging in het landschap is. Een berg te spreken is misschien een beetje overdreven, maar op Tessel is het een berg. Ik wil het wel zeggen. En die keileemklont die dat eiland heeft gevormd, hè, u weet, al die eilanden zijn keileemklonten. Wieringenmeer, Wieringen was een keileemklont en Den Hoorn is deels een klein keileemklontje hier op Tessel. En ik geloof zelfs dat Urk ook een keileemklont is. Als, ja, de heer Houten zijn hier volledig van op de hoogte. Ook Urk is een keileemklont. Dat is wat betreft het gedrag van de Urkers nog erg
Sterkte merken ook. Dessel zijn ze genormaliseerd geraakt, maar in Urk is dat keileem eigenlijk nooit uit de bovenkamer verdwenen, zou je kunnen zeggen. Met vrij verstrekkende gevolgen. He. Gek is ook dat Urk geen lang geen eiland meer is, maar dat ze steeds denken dat het een eiland is. Dat is het sterke eigenlijk. He. Dat je bent al, weet ik, geloof ik, een half eeuw geen eiland meer, of nog langer. Maar zij zien zichzelf nog als eiland. Als keileem klopt. Als die keileem klopt, die Texel is, als die op een andere plek had gelegen, was onze hele kustlijn anders geweest. Eigenlijk heeft die plek van Texel ervoor gezorgd dat onze Nederlandse kustlijn die loopt waar die loopt. Als Texel bijvoorbeeld meer naar het oosten had gelegen, bijvoorbeeld, dan zou die ook die hele kustlijn waarschijnlijk veel meer naar het oosten hebben gelegen. Waardoor je natuurlijk ook denkt, zou het niet veel meer naar het westen hebben moeten liggen, zodat wij aan Engeland vast zouden zitten, met verstrekkende gevolgen voor de huidige problemen waarin Engeland zichzelf gemanoeuvreerd heeft. Hè? Want als je natuurlijk vast zit aan een keileemklont, dan kom je niet van los. Hè? Dan kun je nog van alles even nog wat verzinnen, maar je komt niet los van een keileemklont. Hè? Dus eigenlijk is Texel een soort draaipunt van de hele Nederlandse kust en bepalend geweest voor de wijze waarop die kust loopt. En dat is dus de kern daarvan is die hoge berg. En ik wil u allen aanbevelen, ik mocht niet langer dan 15 minuten zijn ze, dus ik weet niet hoe het nu is, maar ik wil u allen aanbevelen dat wandelingetje een keer te maken. Eerst gaat u omhoog. Dat is de weg naar de hemel. En eigenlijk is of het nu... Nou, er zit nu net een prachtige wolkenstraat boven. He, u weet, wolken vormen zich in straten. Ik wist dat ook niet. Maar dat heb ik gehoord van die rode jongen die het weer voorspelt voor ons. Die meestal bij de eerste zin niet weet hoe de tweede zin gaat lopen. Je ziet hem worstelen met het gevoel. Wat ging ik ook weer zeggen? Was het een depressie of juist niet? Ja. Nou ja, en zodoende had hij... vulde die dat in met die wolkenstraat. En als je omhoog gaat, en dan ga je een beetje naar rechts en dan weer naar links en dan kom, want dat stukje achter de hoge berg is ook heel leuk om te lopen. En daar moet u weten, daar is een soort grote kuil waar ze waarschijnlijk zand hebben gewonnen ooit. En die kuil heeft heel lang te koop gestaan. Het heette landgoed Texel, geloof ik. Ik kon nergens vinden wat het kostte. Ik heb nog pogingen zo gedaan om erachter te komen. En het gekke is, ik heb daar ooit, dat ik daar langs liep, en ik ben er honderden keren langs gelopen, maar die ene keer stond er een geblindeerde zwarte Mercedes. Niet zo'n beetje, niet zo'n C'tje, niet zo'n lullig C'tje, nee, een S. En bij die Mercedes, die zwarte Mercedes, was een heel gezelschap. Volgens mij, eerst dacht ik, het zijn Hollywood-acteurs die gangsters spelen. Maar toen besefte ik, dan zouden de camera's bij zijn en lampen en zo. Dus het zijn echte gangsters. Ja, dat dacht ik. Met van dat achterovergekamde, vettige haren, reusachtige zonnebrillen. Mensen met zonnebrillen sowieso niet te vertrouwen. Uitgezonderd natuurlijk de lui die hier eentje op hebben. Dan vind ik het met dit moment helemaal niet zo nodig, moet ik u zeggen. Het is een beetje onzin. En u weet dat je tegenwoordig elkaar in de ogen moet kunnen kijken, volgens de wet. Dus ik heb ook niet goed begrepen waarom in de boerkabet de zonnebril niet ook verboden is. Goed. U loopt daar achterlangs. Dan wordt u nog getroffen door het feit dat daar ook weer een huisje staat wat in de loop der jaren regelmatig gejongd heeft. Eerst stond er één huisje, nu staan er geloof 3 of 4 huisjes. Maar het is toch als geheel een enorm leuke wandeling. En dan draait u vanzelf om en dan komt u langs die zandkuil, die nog door Jacques P. Thijssen vermeld wordt. En in die zandkuil, daar wonen al die raafbijen waar Jaap Dirkmaat het over had. Die zie je nooit. Het is niet zo als je een half uur gaat staan kijken dat je denkt, hey, ze komen tevoorschijn, de raafbijen. Nee, zou ik een raafbij met geen mogelijkheid kunnen onderscheiden van een bij die niet kan graven. Maar u kunt daar kijken. Het groeit wel een beetje dicht de laatste tijd. En dan loopt u zo weer rond en komt u op de juiste plek aan. En vindt u, als het goed is, uw auto terug zonder lekker band. Als de familie Bakker in de stemming is, moet u ook, want dat is geloof ik vandaag niet vermeld, de eendenkooi. Er is hier achter een eendenkooi. Een van de oudste eendenkooien van Nederland.
En die moet u bezoeken of in het voorjaar. Dat is met die bosanemolen. Het is echt geweldig om daar even rond te lopen. Of in het najaar. Ook dan is het werkelijk een heel attractieve begroeiing. Bovendien, als Bakker junior ook een diploma heeft gehaald voor het houden van een eendenkooi. Ik weet niet, waar is die? Ah, heeft u ook een diploma? Ja. Ah, want uw vader heeft mij nog haarfijn verteld hoe je ineens zo snel mogelijk pijnloos op het leven moet helpen. Dat was een onderdeel van het diploma. Heeft u dat ook geleerd? Oh, oké. Okay. Ja. Nou goed, als u in de gelegenheid bent, ik weet niet of... Is het nog steeds bezoekbaar of niet, de eendenkooi? Nog steeds niet. Nog steeds niet. En ik mocht er wel in. Nou, dat lag natuurlijk aan het feit dat ik het voorwoord voor dat boek over die schapen heb geschreven. Ja. Terwijl ik niets van schapen af weet, heb ik toch het voorwoord geschreven. Ja, nou ja, u hoort het. Het is toch leuk om te weten... Want zo'n eendenkooi, en er is ook nog een geriefbosje hier. U weet vast ook niet wat een geriefbosje is. Maar dat zijn een soort wonderlijke natuurmonumenten. Die dingen zijn vaak honderden jaren oud. En het hele landschap verder is natuurlijk cultureel bewerkt. En een rotzooi opgespoten, rondgereden. Maar dus dit soort van plekken, daar is vaak de hele flora van 400 jaar geleden nog min of meer compleet aanwezig. Als je het vrij zou laten, de rest zou het zich van daaruit weer kunnen uitbreiden. En dan nu natuurlijk het meest pijnlijke moment van de dag, hou ik van lamsvlees. Ja, dacht ik, begin er niet mee, maak ik u vanzelf niet boos. Ik heb helemaal geen probleem met lamskoteletjes, eerlijk gezegd. Maar mijn vrouw kijkt daarbij de andere kant op. We doen net of het geen lamskoteletjes zijn eigenlijk. Mijn stelling is, ze zijn al dood. Het is als een levend lammetje bij de ingang van het restaurant zou staan. En ze zouden zeggen, we kunnen als u wil vanavond de lamskoteletjes serveren. En dan moet u zelf dat lam even een flinke dreun verkopen. Dan zou ik geen lamskoteletjes eten. Ik heb het vaak genoeg gezegd. Ik ben ontzettende lafaard. Als ik ze zelf zou moeten slachten, zou ik vegetariër worden. Ja, dus in zekere zin ben ik al zielkundig een vegetariër. Maar praktisch is het een lastig probleem om op te lossen, zoals u weet. Ik wil u aanbevelen om, als u die hoge berg gaat bekijken, ook tegen kennissen te zeggen dat die 50 meter hoog is. En dan ontzettend leuke wandelingetje te maken. En daarbij aan mij te denken. Maar ook vooral aan mijn moeder te denken. Dank u wel.